Oké, Joyos, ik ga even een paar dingen opnemen van 7 Days van Sting. De eerste die er staat is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De tweede die er staat is een snaartrom. Hij speelt hier bij het couplet met een klik. Kostik. Dan staat een patroontje van een evig patroontje wat eigenlijk niet kan in een 5-8. Dus hij wisselt elke maat 1, 2, 3, 4, 5. En de tweede maat is 1, 2, 3, 4, 5. Als je die achter elkaar speelt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan is die elke tweede maat anders. Dan gaan we eventjes door naar de volgende. Even pauze zitten. En dan zie je ze hier dus achter elkaar staan in de linkerbalk. En hier zie je precies hetzelfde, maar het staat op een andere manier genoteerd. Dan zie je duidelijker dat dit gewoon eigenlijk doorgaat. Daaronder staat nog een versie. Dat is wat hij eigenlijk drumt. Hij maakt niet een pauze, hij speelt accentje. Hij speelt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Best vermoeiend voor je rechterhand. Daaronder staan eigenlijk dezelfde patronen, maar dan doet hij een bas extra. Dan ga je richting refrein. Dan doet hij eigenlijk een snaartrom erbij. En de rest ga ik jou nog even niet uitleggen. Want dit is al best ingewikkeld.